België gekomen, dat was. Ja. Dus bedankt voor de reis. Ik ben één keer bij hem op bezoek geweest in Brussel. En je bent onder andere de oprichter van de organisatie HEALS. En dat is de Healthy Life Extension Society. En volgens mij hebben jullie ook recent van 1 tot en met 3 oktober een Eurosymposium georganiseerd. Misschien kan je daar straks ook een klein beetje over vertellen. Oké. Welkom. Ja, dus ik wou eerst de organisator bedanken. En dat is de eerste keer dat ik zo een uiteenzetting in het Nederlands maak. Dus sorry voor mijn fouten. En ik ga dus vandaar spreken over de voordelen en gevaren van een wereld met of zonder radicale levensverlenging voor bijna iedereen. Jullie weten het nu, dus een levensverlenging wordt iets mogelijk. We kunnen echt denken dat het binnen 20, 30 jaar mogelijk zal worden, maar de meeste burgers beseffen dat niet en de politieke leiders ook niet. Wat zou er gebeuren? Dus eerst wil ik 5 seconden stilte in memoriam van een paar van de 100.000 mensen die vandaag van ziekte gerelateerde tot ouderdom gestorven zijn. 5? 1 minuut, dat is te lang. ik ga dus delen in 5 delen, niet 4. De mogelijke keuzes van de overheden. Hoe zou de staten reageren als er een middel komt om langer te leven, als het mogelijk wordt. De mogelijke keuze van de politieke leiders in de brede zin. De gevolgen van levensverlenging voor de maatschappij met het accent op geweld en geweldloosheid. Een paar woorden over meer radicale concepten. En dan het deel voor jullie vragen. Ik stel voor dat jullie me onderbreken. Enkel als u niet begrijpt mijn verkeerd Nederlands. Maar niet als u niet akkoord gaat, dat is voor daarna. Oké, nu mogelijke keuzes van de overheden. Wat als de leiders beginnen te snappen dat het mogelijk wordt binnen 20 jaar als er genoeg wetenschappelijk onderzoek is. 1 mogelijkheid is verboden, levensverlenging overal verboden. 2e mogelijkheid, levensverlenging enkel voor een minderheid. En 3e mogelijkheid, bijna universele levensverlenging. Levensverlenging verboden. Ik denk dat het risico eigenlijk zeer klein is. Waarom? Ten eerste, omdat we nu in een ontergeconnecteerde wereld leven. Dus dat zou misschien mogelijk zijn om wetenschappelijk onderzoek in een paar landen te verbinden, maar overal in de wereld is het totaal onwaarschijnlijk. En ten tweede, omdat zelfs als je mensen hebt die niet van de levensverlenging willen voor de anderen, er zijn altijd een paar machtige mensen die dat voor hunzelf en voor hun familie wensen. Dus dat is bijna totaal onmogelijk. Dan komen wij naar levensverlenging voor een paar, voor een minderheid. Dat ziet u af en toe in science fiction films. Dus de geneesmiddelen zijn enkel voor een paar rijke mensen. Ik denk dat het risico tamelijk klein is. Waarom? Ten eerste, wetenschappelijk onderzoek in verband met levensverlenging is ongelooflijk duur. Maar eens dat de middelen er zijn, de kosten gerelateerd tot medicamenten, tot gentherapie, tot geïlluminatiemiddelen, zullen waarschijnlijk laag zijn. Dus voor aidsproducten, de medische onderzoek heeft miljarden gekost. En nu, de medicamenten die nodig zijn voor een patiënt, dat kan tot ongeveer 10 euro per maand zijn. Dus ongeveer niks meer. En natuurlijk, het tweede voorbeeld is de smartphone of de computer.
Het heeft miljarden gekost en nu kost het ongeveer niks. En ten tweede, omdat als het ooit mogelijk wordt om echt langer te leven, gaat de sociale, politieke, economische druk en morale druk om het beschikbaar te maken voor iedereen enorm groot zijn. Dus dat, vandaar schat ik ook de kans klein. En dus dat wordt universele levensverlening als wat voor mij de wat voor mij waarschijnlijk is. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen gaat zo reageren en iedereen dat wensen. Nu, de mogelijke keuze volgens, ik zou zeggen, politieke kleuren. Ik ga vier categorieën geven, dus links-rechts, seculiere leiders, religieuze leiders, libertarisme, dictatuur, democratie, en dan wat ik noem, dat staat nog niet in het woordenboek, zelfs in het Frans, technoconservatisme tegen technoprogressivisme, voorzorgprincipe, dat staat wel in het woordenboek, tegen proactieve principe. Links-rechts. Logisch gezien zouden de leiders van de linkse partijen moeten denken dat deze geneesmiddelen zouden beschikbaar zijn voor iedereen. Maar er bestaat ook een risico dat deze mensen zullen zeggen, ja maar potentieel zijn deze nieuwe middelen voor rijke mensen, dus wij weigeren om geld, publiek geld te investeren. Dat zou een zeer grote verrissing zijn en het resultaat van zo'n politiek zou precies het tegendeel tegenovergestelde resultaat geven. Het resultaat zou zijn dat inderdaad, omdat de nieuwe drugs, het medische onderzoek is door privégeld betaald, gedurende een overgangsfase zouden de middelen enkel voor de rijke mensen zijn, omdat het door wat privéfirma's zou kunnen verkopen zijn. Het wordt kort zijn. En zelfs als u het standpunt van, ik zou zeggen, leiders van de rechts, van politieke partijen van de rechtse kant, is het ook zeer gevaarlijk om geen publiek geld te investeren, omdat een maatschappij waar arme mensen zouden kunnen denken dat ze van ouderdom zouden kunnen sterven, terwijl dat rijke mensen langer kunnen leven, zou een zeer gevaarlijke maatschappij. Dus om uit eerlijkheid, maar ook uit voorzorg, is het voor iedereen wenselijk om publiek onderzoek wat betreft levensverlenging te hebben. Nu, seculiere leiders en religieuze leiders. Seculiere leiders denken dat er niks is na de dood, dus logisch gezien denken ze dat levensverlenging iets positiefs is. Maar hoe zouden de religieuze leiders reageren? A priori kunt u denken, ja, er is een lange traditie van religieuze leiders om tegen inenting te zijn, tegen verdoving voor de vrouwen die gaan bevallen, tegen bloedtransfusie enzovoort. En dat is waar, maar dat is enkel wanneer de nieuwe producten nog niet beschikbaar zijn. Na een tijdje, wanneer nieuwe producten echt voor een groot aantal mensen beschikbaar zijn, dan daalt de weerstand van de religieuze leiders en dus zijn ze in feite niet tegen technologische vooruitgang. Dus vandaar ben ik ook tamelijk positief, maar er is een grote maar. Waarom niet? Waarom zouden de mensen levensverlenging niet willen? En dat, we hebben daar een beetje over dat deze morgen gesproken, dat is alles wat rond de management of theorie. Dat is zeer ingewikkeld om over dit in het kort te spreken, maar ik zou het toch zo samenvatten.
Het is zo moeilijk om het feit dat wij gaan sterven te aanvaarden, dat zodra u eenmaal de dood aanvaardt, u gaat niet meer proberen te ontsnappen. Mm-hmm. Dus, logisch gevolg, u gaat denken dat van ouderdom sterven is iets positiefs en u gaat dus geen levensverlenging niet meer willen. En natuurlijk politieke leiders, wetenschappers handelen en denken op dezelfde manier. En dat is goed. Zouden wij echt bang zijn elke dag over het feit dat wij gaan binnen, statistisch gezien voor mij, 30 jaar sterven, we zouden gek worden, we zouden niet meer kunnen slapen. Maar nu dat het mogelijk wordt om langer te leven dankzij technologische vooruitgang, is het natuurlijk een probleem. Oké, over dit ga ik niet veel zeggen, behalve dat in een democratische maatschappij is het natuurlijk geen verplichting om nieuwe producten te nemen om langer te leven. Dat is ook geen verplichting om elektriciteit te gebruiken, om kleren te gebruiken en om mobiele telefoon te gebruiken. Maar toch doen de meeste mensen dat. En dus in een democratische maatschappij moet het toegelaten blijven om nieuwe middelen niet te gebruiken, maar dan moet het ook natuurlijk toegelaten zijn om nieuwe middelen te gebruiken. Oké, recht op gezondheid is een mensenrecht. Dat staat in de universele verklaring van de mensen. En dus voor mij is in feite een morele en zelfs misschien juridische verplichting voor de overheden. En daar heb ik een vraag over, want als ik let op de discussies, vooral in Amerika, daar heb je de death panel discussie, bijvoorbeeld als mensen te oud worden, dat de overheid zegt van nou, laten we maar niet meer investeren, die mensen die zijn te duur. Dus, doen we in Nederland ook. En dan komt in Nederland ook steeds meer. Dat doen we. Dat is gewoon een naam voor, 80.000 euro per jaar, punt. Dat is, maar ik kom tot de kosten langer in de discussie, dus voor mij, dat is geen argument. Nee, want klopt het dat HEALS, de organisatie die je hebt opgericht, juist lobbyt als het ware, of in ieder geval contact opneemt met politici om te beïnvloeden dat ze het gaan inzien van hey, laten we het wel mogelijk maken. De discussie in de Verenigde Staten, dat is wanneer mensen aan terminale ziekten lijden. En natuurlijk als je efficiënt bent tegen bij voorlevensverlenging, heb je dat niet meer nodig, ik zou zeggen. Dus, oké. Dus dat is voor mij een werk, maar we kunnen later terugkomen, maar ik heb liever in het debat om daar anders in. Oké, dat is voor mij een verplichting voor de overheden en natuurlijk is er het debat tussen voorzorgprincipe en proactieve principe. Er zijn mensen die zeggen, technologische vooruitgang kan gevaarlijk zijn, dus wij moeten niet te vlug gaan. Ik denk dat het soms waar is, maar ik ga op dit punt later terugkomen. En ik denk dat in verband met gezondheid proactieve principe zeer belangrijk. Je hebt levensjaar te winnen, zou ik zeggen. Dus je kunt echt de gezondheid van de mensen verbeteren. En er zijn niet veel gevaren gerelateerd tot medische onderzoek. Nou, wie heeft recht op gezondheid is een mensenrecht, wie heeft dat ooit verzonnen? Dat is in de universele verklaring van de mensen. Dus daar staat recht op gezondheid, ja. Precies die zin? Precies die zin moet ik terugvinden in de tekst, maar dat staat niet precies die zin, omdat Nederlands is geen officiële taal, dus dat is maar geen van de vijf, maar daar staat echt right to health. Ja, dat klinkt een beetje vreemd, ik ben akkoord, maar dat staat zo. Ja. Okay. En niet recht tot gezondheidszorg, dat is recht tot gezondheid. Nu kom ik naar het derde deel. Gevolgen van een langer leven voor de maatschappij. Met drie aspecten. Gevolgen voor het milieu.
economische gevolgen en vreedzame maatschappij. Dan gevolgen voor het milieu met de vraag in verband met overbevolking. Dat is, we hebben over, over dat aspect al deze morgen gesproken, maar toch, ik vind dat zeer belangrijk. Voor mij, dus dat lijkt een beetje misschien provocerend, maar voor mij de beste manier om tegen overbevolking te strijden is om langer te leven. En hier, als u kent, de website van Gavman. Zou je dat kunnen uitleggen? Want tegen de overbevolking heb jij als oplossing dat mensen langer moeten leven. Kun je dat uitleggen? Ja, dus ik kom met de uitleg. Dus in het korte, wanneer de mensen langer leven, hebben ze minder kinderen. En dat is zeer spectaculair. Voor de mensen die de website gapminder.org niet kennen, dat is echt een zeer boeiende website. En dat komt hier van de site gapminder.org. Horizontaal, dat is het aantal kinderen per vrouw. En verticaal, levensverwachting. Elke bol is een land en u hebt dus hier 1962, toevallig mijn geboortejaar, en hier 2012. En u ziet waar de mensen langer leven, nu hier en vroeger hier, hebben de mensen echt wat, heel wat minder kinderen. En nu momenteel in de meeste landen in de wereld hebben de mensen minder kinderen. De grootste uitzondering is... zijn de Afrikaanse landen, deze donkerblauwe bollen. En het is niet toevallig, dus de landen in de wereld waar de mensen dus tegelijkertijd leven ze kortere levens en hebben ze nog veel kinderen. En daar is, men zegt altijd over bevolking, in feite de groei van de bevolking gaat veel te sneller. Is de verbindende factor niet het gemiddelde inkomen? Want met er zijn veel theorieën, maar in ieder geval wat absoluut zeker is, is dat, dat wij een zeer sterke correlatie tussen de twee hebben. Dat is absoluut maar zeker. Maar dat is een statistische relatie en geen causale relatie. Ja. Terwijl dat gemiddelde inkomen, dat is een causale relatie. Dat er een zo strenge correlatie is, wil zeggen dat er toch iets causaal is. Ja, maar dan ga je ook aanstekkers verbieden wat die veroorzaken longkanker. Dat is een hele sterke statistische relatie. Dus het bezit van een aansteker en longkanker, dus je moet ze dan ook verbieden, volgens jouw logica. Ja, dus aansteker op dus sigaretten, dus... Als de relatie niet causaal is, dan is het niet zo... In ieder geval, tot nu toe... De laatste 50 jaar, wanneer de levensverwachting omhoog gaat, heb je minder kinderen en heb je dus minder problemen van overbevolking. Dat is zeker. Misschien in de toekomst gaat het niet zo zijn, maar ik denk het niet. En hier hebt u een zeer spectaculair voorbeeld, dat is Bangladesh. Dus Bangladesh 40 jaar geleden. Ongeveer 7 kinderen per vrouw en nu ongeveer 2,3 kinderen per vrouw. Didier, ik vind het wel de moeite waard om daarop in te gaan. Jij geeft aan, telkens als mensen in een bepaald gebied veel ouder kunnen worden, dan komen er minder kinderen. Ja. En Arjen zegt volgens mij wel terecht van dat is in ieder geval een correlatie. Ja. Maar misschien niet een causaal verband. En als het alleen maar een correlatie is, dan lijkt het bijvoorbeeld op het bezitten van een aansteker en mensen die longkanker krijgen. Dus maar dan heb je nog geen oplossing. Is een relatie tussen die twee. Dus nu, nog een keer, momenteel zijn we zeker van dat. Als wij, en dat is ook totaal logisch, omdat wanneer de mensen langer leven, is ook de periode van fertiliteit wordt ook gemiddeld langer. Dus dat wil zeggen dat de mensen kunnen daar later kinderen hebben. Ook is het algemene niveau van opvoeding enzovoort beter. Dus dat gaat in een algemeen kader. En als wij morgen ook een product vinden om echt zonder grens te leven en zonder grens voor de vrouwen. De vrouwen kunnen zonder grens nog kinderen hebben,
dan gaan ze bijna zeker op korte en middellange termijnen minder kinderen hebben. Dat doet me denken aan het overzicht van de Club van Rome, die jij, Arjen, net in jouw presentatie hebt laten zien, dat als mensen het beter hebben, dan hebben ze inderdaad minder kinderen, maar als er bijvoorbeeld honger is, het gaat allemaal slecht, dan krijgen ze ineens heel veel kinderen. Nee, dat heeft te maken met een instorting van een medische infrastructuur. Als je niet meer de pil kan maken en geen condooms meer kan maken en er is burgeroorlog, dus de vrouwen worden verkracht, dan zie je het aantal geboortes through the roof gaan. Dat is daar een reflectie van. In ieder geval, veel mensen denken bijvoorbeeld dat het in verband is met religie. Dat is hier zeker niet, omdat Bangladesh, zoals jullie weten, is een moslimland. En hier hebt u echt dezelfde evolutie. En in landen waar levensverwachting minder omhoog gaat, is er minder verbetering, zou ik zeggen, voor het aantal kinderen per vrouw. Natuurlijk en er is ook een sterke correlatie tussen productiviteit en levensverwachting, maar ik kom terug naar deze aspecten later. Wat waar is, op zeer lange termijn, meer dan 50 jaar, zouden wij problemen kunnen hebben als de mensen niet meer sterven en toch nog kinderen hebben. Maar dus drie aspecten. Eerst, we hebben tijd om erover na te denken. Tweede aspect, misschien gaan de mensen spontaan bijna stoppen met kinderen te hebben. Dus ik kom hier terug naar Bangladesh. Dus theoretisch, binnen 20 jaar ongeveer, hebben de mensen in Bangladesh geen kinderen meer. Bon, natuurlijk gaat het pas over zijn. Er zijn dingen die dus u denkt, oké, 20 jaar geleden dachten de mensen, ja, dat gaat hier zeker stoppen. Maar dus in Singapore bijvoorbeeld, zijn wij momenteel aan 0,75 kind per vrouw. Dus dat kan nog zeker tot 3 gaan zonder, dat bestaat al in bepaalde landen. Oké, dus misschien gaan de mensen spontaan stoppen, dat weten wij niet. Maar ook, wat echt belangrijk is, ga je aan je opa of aan je oude moeder zeggen dat ze nu moet sterven, omdat wij binnen 50 jaar misschien in de problemen kunnen raken. Dat denk ik niet. Oké. Nu, economische aspecten. Eerste economische aspect is in verband met gezondheidszorg en gezondheidszorgkosten. Levensverwachting in goede gezondheid gaat omhoog. Dat wil zeggen minder doden per jaar. Ongeveer 20-25% minder doden per jaar dan als wij geen verhoogde levensverwachting zouden hebben. En dat wil ook zeggen minder mensen in het laatste jaar van hun leven. En dat is economisch belangrijk, omdat waarom zijn er zeer hoge gezondheidskosten? Niet omdat de mensen ouder worden, maar omdat de mensen sterven. Hier hebt u een vergelijking en opgepast, dat is voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Hè. Dat is niet voor de gemiddelde burger. Tussen het laatste jaar van het leven en een normaal jaar in de Verenigde Staten. Oké, dan is er, maar dat is, ik heb geen tijd genoeg, maar misschien voor de vragen. Maar in verband met pensioenleeftijd, momenteel heeft de nieuwe federale regering in België beslist om de pensioenleeftijd naar 66 en dan 67 te brengen. Ik ga niet lang over dit aspect spreken, behalve om te zeggen dat het zeer belangrijk is om te weten dat momenteel arme mensen leven kortere levens en dus als u de pensioenleeftijd wenst te verhogen, logisch gezien en eerlijk, als je een eerlijk standpunt neemt, zou je moeten beslissen om eerst de pensioenleeftijd voor rijke mensen te verhogen. Ook zelfs in een zuiver berekening
Rijke mensen leven langer, dus krijgen ze meer geld, dus zouden ze hun pensioen later kunnen hebben. Is dat nu, ook wat je vindt? Of stel jij dat voor? Dat is mijn standpunt, ja, okay. Kan ik zeggen. Maar dat is niet direct gerelateerd op wetenschap in verband met levensverlenging. Maar dat is toch altijd belangrijk om dit te zeggen, denk ik. Ja. Nu, wat voor mij vandaag waarschijnlijk het belangrijkste aspect is, is in verband met een vreedzame maatschappij. Oké, ten eerste, de oudere mensen zijn gelukkiger. Dus wanneer u aan mensen vraagt, bent u gelukkig, hebt u een U-curve. Jonge mensen zijn gelukkig, volwassenen zijn minder gelukkig en dan oudere mensen zijn opnieuw gelukkiger. Behalve wanneer ze echt oud worden en dus dat ze, ja, dat ze creperen. Dat ze aan ziekte gerelateerd tot ouderdom lijden. Maar wat echt belangrijker is hier, het aantal criminele feiten per inwoner en met wanneer je de leeftijd in aanmerking neemt. Dus hier heb je de as, de horizontale as is de leeftijd en hier het aantal criminele feiten, dat is in de Verenigde Staten en dat is in het Verenigd Koninkrijk. En dus ik ben momenteel 52, ik ben er hier. Dat is dat precies. Dat is dat piekje. Ja. Ah ja, ja. Ik ben daar, dat is niet omdat ik niet meer, omdat ik geen geweld meer kan plegen. Dat is omdat na een tijdje in een min of meer vreedzame maatschappij, word je, minder, gebruik je minder het geweld. En ook, dat is ook totaal. Dat is ook logisch, dat wanneer de mensen langer leven, ze worden voorzichtiger, dus om hun leven te behouden. En wanneer het leven langer is, is het kostbaarder. Ik heb één voorbeeld. 200 jaar geleden was kindermoord nog iets minder erg dan een normale, enfin, een een adult te doden. Waarom was het zo? Omdat kindersterfte was zeer hoog. En dus was het, waren de kinderen minder belangrijk voor de maatschappij dan nu. En we hebben een beetje over de existentiële risico's gesproken deze morgen. En voor mij, dat is een maatschappij met minder geweld, is echt ongelooflijk belangrijk in een maatschappij met snelle technologische vooruitgang. Omdat het elke dag gemakkelijker wordt om de aarde, of de mensheid, te vernietigen. En dus, ik moet eerlijk zijn, dat is niet genoeg natuurlijk, om langer te leven. Maar dat is toch een deel van wat wij kunnen doen om onze kansen om als groep, om de mensheid te redden, zou ik bijna zeggen. Om te ontsnappen aan zelfvernietiging. Oké, en dat is ook belangrijk. Soms zeggen de mensen, technologische vooruitgang, in ieder geval, dat gaat vanzelf komen. En je kunt niks doen tegen, of je kunt niks doen om dat te bevorderen. Dus dat is helemaal niet waar. Tussen het eerste werktuig in de ruimte, Sputnik, en de eerste mens op de maan, 12 jaar. Dus, en daar was er een politieke beslissing, een politieke wedstrijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En soms vertraagt het echt. Dus bijvoorbeeld, ik ben hier met de trein gekomen. Daar gaat ongeveer even vlug met de trein nu
van Brussel naar Amsterdam dan 50 jaar geleden. Langzaam. En met het vliegtuig, er is toch een stuk met de, hoe zeg je daar in het Nederlands, TGV, SST. En met een vliegtuig van Amsterdam naar New York gaat het zelfs een beetje minder vlug, omdat de Concorde niet meer bestaat. Wie, even dus, sorry dat je onderbreek, maar ja? Ik even kort terug. Het minder geweld, en dan praat je voornamelijk over geweld uitvoerde mannen in dit geval, want dat is de grootste groep geweldveroorzakers. Als jij ouder wordt, en dat doe je volgens strategieën zoals nu voorgesteld, dan heb je een grote kans dat die curve zoals die nu is verder naar achter gaat verschuiven, want de testosteronniveaus van mannen blijven ook hoger. Precies. Dus dat is een verhouding tussen. Dus het klinkt mooi, maar ik ben bang dat we dan 70, 80 jaar bankrovers gaan krijgen. Fysische aspecten spelen natuurlijk een rol, sorry, maar ik denk niet dat het echt belangrijk is. Nou, de correlatie tussen testosteron en criminaliteit is bekend, hoor. Er zijn toch natuurlijk veel andere aspecten, sociale aspecten enzovoort. En er is iets zeker, dat is dat geweld is meer door mannen dan door vrouwen gebruikt. Daar de statistieken. Maar je zou ook wel statistieken kunnen maken van seksuele activiteiten. Gaat ook exact. Maar volgens mij, als je langer jong blijft, dan is een van de redenen dat mensen dat willen, is dat het juist stabiel blijft. Langer toch? In West-Europa is dat gewoon bewijs. Ja, dat is gewoon. Kinderlogie, dat is algemeen. Ik denk het niet. Maar oké. Maar het is een heel marginaal verschijnsel. In West-Europa is toch geweld als doodsoorzaak? Dat is marginaal. Nee, het gaat niet om de doodsoorzaak. Ik heb het niet gezegd. Voor mij, dat is een voorbeeld. Ik heb niet gezegd. Relatief. Oké, maar dit is al sowieso zo laag in West-Europa dat het nou. Nee. Voor mij, wanneer ik spreek over geweld in het algemeen, wat ik wil zeggen, dat is belangrijk om het geweld van op het niveau van geweld in de maatschappij zo laag mogelijk te redden in verband met onder andere de existentiële risico's. Omdat wij zo minder riskeren, minder de neiging zullen hebben om onszelf te vernietigen. Dat is niet natuurlijk in Europa, of zelfs in de Verenigde Staten een beetje minder, is geweld door het effect van geweld sterren laag. Dat is zeker. Oké, of daarna? Nee? Of ja? Ja, waar was ik? En dus wat betreft veroudering, het hangt af van maatschappelijke, politieke beslissingen. Het is niet alleen de wet van Moore die gaat mogelijk of niet mogelijk maken dat wij medische technologische voordelen hebben. Nou, hebben het vervoer vertraagd, dat snap ik niet, want volgens mij is het in het 1970 vervoer geëxplodeerd. Sorry, dat is de snelheid van. De gemiddelde snelheid van de voertuigen gaat niet omhoog. Dat is niet duidelijk. Maar dat komt door die files bijvoorbeeld. Ik wil zeggen, er is geen technologische vooruitgang sinds de jaren 70 wat betreft de treinen, wat betreft de vliegtuigen, wat betreft de metro enzovoort. Dat gaat niet door. Ja. Enfin, niet echt, het is niet dat er niks is. En u kent misschien deze zin, ze wisten niet dat het onmogelijk was en ze deden het. Misschien zijn wij een beetje in de omgekeerde situatie. We weten niet dat het mogelijk wordt om niet meer van ouderdom te sterven op lange termijn. En dus we proberen dat niet om een technologische vooruitgang te hebben. Ik wil maar een paar woorden zeggen in verband met de meer radicale concepten. We hebben een beetje ook over dit deze morgen gesproken. Het idee van de hersenen, wat
hoe heb je dat gezegd, onszelf in een computer te brengen. Voor mij, er zijn zoveel ongelooflijke ingewikkelde vragen en aspecten, dus dat het waarschijnlijk beter is om zich te concentreren voor ons klassieke lichaam te verbeteren. Dat is dus, ook waar Niels, de organisatie op zich op richt, op de biologische wij werken bijna alleen in verband met klassieke aspecten. Er zijn wel mensen die dat niet denken, maar dat is mijn mening. En ook in verband met, ik zou zeggen, de publieke opinie te overtuigen, dat is... ik denk dat momenteel de publieke opinie, je zou niet zoveel moeten hebben om... dat ze zouden beseffen dat het mogelijk wordt om levensverlenging te hebben. En om dat van dit te overtuigen, dat denk ik dat het... absoluut niet mogelijk, niet op korte termijn mogelijk is. Mm-hmm. En dan zijn er zo ongelooflijk veel ethische vragen daarachter. En dus als onze hersenen op een harde schijf zitten, dan Ctrl-C. Kopiëren, heb je reproductie. Ja. Ctrl-X, heb je dan een poging van moord. En delete, dan heb je een moord. Okay. Plus, maar dat is ook voor een andere keer, de gevaren in verband met artificiële intelligentie. Deze gevaren zijn enorm groot. Voor deze, die het boek van Nick Bostrom. Nick Bostrom heeft pas een boek uitgegeven in verband met de gevaren van artificiële intelligentie. Oké, ik kom nu naar mijn voorlopig besluit. Volgens mij een samenleving met veerkrachtige mensen die een stuk langer leven en mensen die weten dat ze langer zullen leven als ze voor zichzelf en voor anderen zorgen, is een van de mooiste toekomstige werelden die we ons kunnen voorstellen. Voilà, en nu de vragen, waar jullie hebben al gezegd. Kun je iets vertellen over de bijeenkomst die er in Brussel is geweest? Het was wat voor bijeenkomst, hè? Een paar woorden. Dus van 1 tot 3 oktober dus hadden wij deze conferentie. En dat was zeer interessant. En alles behalve 3 mensen die gevraagd hebben om niet online te zijn. Alle speeches komen online. Dus die komen nog op online. Zien. En 2 dagen geleden was er een reportage op televisie, maar dat was op de Franstalige televisie. Namelijk lang 3 minuten met Aubrey de Grey. En natuurlijk is het altijd zeer interessant voor alle wetenschappelijke aspecten. Tot nu toe hebben wij in feite niks gezegd in verband met, behalve de producten, in verband met wat wordt misschien mogelijk. Als Aubrey niet veel over dat zegt, ga ik toch nog een paar woorden zeggen over de mogelijkheden. Eerlijk gezegd dacht ik dat vandaar iemand zou zeker spreken over wat echt mogelijk wordt. En in feite was het, maar het is ook super interessant, was het meer over filosofische aspecten en minder over wat mogelijk wordt. Behalve de producten, we hebben veel over de producten gesproken, maar eerlijk gezegd, mijn overtuiging is producten, dat is de moeite waard om te testen, maar ik denk dat wij nooit meer dan een paar jaar gaan winnen met dat. Waar wel mee? Pardon? Wat gaat wel werken? Ik zeg al dan een paar. Gentherapie, dat is het eerste aspect. En alles wat is in verband met stamcellen, dat is één aspect. Dan nanotechnologie. Dan toch de producten, maar niet alleen. En dan zijn er
ja, vele incrementiële vooruitgangen, stuk per stuk, in vele verschillende wetenschappelijke aspecten. Dat is in een paar woorden. Oké. Okay. Ja. Even een, meteen deze laatste slide. Ik zie op dit moment een hele westerse wereld vol mensen. Veel van die mensen hebben kinderen. En op basis daarvan zou je zeggen dat ze enig interesse hebben over hoe de wereld er over pak een beetje 30 jaar uitziet. Maar dat blijkt volstrekt niet uit hun gedrag. Op allerlei manieren. Ja, dus de meeste mensen zijn of niet betrokken, of niet geïnteresseerd, of niet bezig met vragen die verder dan een paar jaar in de toekomst liggen. En dus zijn ze niet betrokken bij milieu, bij internationale politiek, bij een enorme waslijst aan zeg maar lange termijn, soms wat complexe zaken. Terwijl rationeel gezien, als het al niet over hun eigen leven gaat, dan gaat het in ieder geval over het leven van hun kinderen. Waarvan zij zelf zeggen dat ze die het allerbelangrijkste voor ze zijn en daarom brengen ze in een Land Rover ook naar school elke ochtend. Dus ik snap de theorie, maar ik zie hem totaal niet bevestigd in de echte wereld, helaas. Ja. Tot mijn grote spijt over. Ik zou zeggen, voor mij dat is een soort van mysterie. Waarom zijn er zo weinig mensen door lange termijn of middellange termijn geïnteresseerd? Dus waarom is het zo, dat versta ik niet. En het is zeker niet dat wij de informatie niet kunnen vinden, maar toch. Ja. Nee, maar wat ik dus zeg is dat ik deel dit idee ook en ik vind het ook echt maar rationeel. Maar als je kijkt naar gewoon de harde werkelijkheid buiten, dan blijkt dat beschikbaarheid van informatie totaal irrelevant over het algemeen. Bijna niemand leest op de site van WikiLeaks de Royal Cables. En iedereen wacht tot de wereld draait door er een leuk itemje van maakt. Mensen interesseren zich om allerlei redenen, die misschien goed of slecht kunnen zijn, maakt niet uit. Maakt niet eigenlijk uit wat de redenen zijn. Maar het feit is dat de meeste mensen zijn niet in staat of niet geïnteresseerd of niet gemotiveerd om zich bezig te houden iets met wat meer dan een paar jaar in de toekomst ligt. En ik zie dus ook niet waarom mensen die nu kinderen hebben, die als ze nu 2 zijn, dan halen die dus zelfs met de huidige medische technologie het einde van deze eeuw, als van de samenleving dan ontstaat. En toch zie je die mensen niet massaal bezig zijn met hoe de wereld er over 30 jaar uitziet. Ja. Sterker nog, steunen we actief allerlei dingen waarvan we weten dat het een drama gaat worden. Ja. Maar ik denk toch, als stel je voor bijvoorbeeld dat 20 zeer bekende wetenschappers zeggen, binnen 30 jaar zou het mogelijk moeten worden om niet meer van ouderdom te sterven. Dan zou het echt de mensen kunnen interesseren. En eens dat de mensen beseffen dat ze echt langer kunnen leven, dan zouden ze meer in de toekomst geïnteresseerd kunnen raken. Maar bon, ik ben. Dat is niet. Dat is, ik zou niet zeggen dat het 100% zeker is, maar wat toch. Als een wetenschapper zegt dat iets over 30 jaar mogelijk is, dan zegt iedereen, mooi, nou dat zien we dan wel. Mensen zijn rationeel wezen. Maar toch, stel je voor, je weet dat je binnen 1 of 2 jaar gaat sterven, de toekomst ga je toch minder stelen dan als je weet dat je 100 jaar gaat sterven. Nou, dat is voor mij en je gaat dus toch, in het algemeen, voorzichtiger zijn, omdat solidariteit met de volgende generatie is mooi, maar solidariteit met jezelf binnen een eeuw is toch gemakkelijker. Ja, ik ben het met je eens dat het theoretisch volstrekt rationeel gedrag is, dat ik zie het in de echte wereld totaal niet terug. Zelfs niet, zeg maar, met je eigen kinderen. Ik heb geen kinderen, maar heel veel mensen hebben kinderen. En zelfs daar hebben mensen kennelijk grote moeite om over die gebruikelijke kortere planningshorizon. Ja. Of ze zijn gewoon te druk bezig met hun baan bouwen en die hypotheek betalen. Ja, of met vertrouwen dat de techniek het wel oplost, hè? Geoengineering. Ja. Ik denk dat het antwoord anders is. Ik denk dat mensen het gevoel hebben, het terechte gevoel, dat je er als individu geen invloed op hebt. Het gebeurt. En dan kan ik, zelfs als ik iedere dag in een keurige auto rijden, schoon,
geen plastic meer weggooien. Dat kan ik in mijn eentje wel doen. Maar dat heeft geen enkel effect op het geheel. Is dat ja. Zo? Ja, als we allemaal op een gegeven moment. Maar dat weet ik wel. Zijn we echt al zover dat we oprecht geloven dat dat je enige scope of control is? Dus democratie bestaat niet meer. Protesteren, ja. Weet je, het enige wat jij nog aan het milieu ik dat is zoals dat bedoel ik hem niet. Ik bedoel, ik denk ook dat het zo moet beginnen. Alleen ik denk dat de meeste mensen het terechte idee hebben dat zij er in hun eentje geen invloed op hebben. Ja, dat ze daar het is, hoe noemen ze dat in het Nederlands? Ik weet het niet, paradox of the commons. Hè? Ja. Dus natuurlijk in een maatschappij, als je iets alleen doet, dan had niks... Als iedereen het gelooft. Maar toch, mijn overtuiging is toch dat de mensen beter zijn nu dan 100 jaar geleden en meer solidariteit geven dan 100 jaar geleden. En waarschijnlijk toch ook meer op lange termijn denken dan 100 jaar geleden. Maar 100 jaar geleden was de maatschappij was stabieler dan nu. Dus dat wordt ingewikkelder om op lange termijn te denken. Wanneer was de maatschappij stabieler? 100 jaar geleden. Met al die oorlogen. 150 jaar. Arjen, jij hebt door je interesse, door je opvoeding, wat dan ook, heb jij een vies eye view over de maatschappij. Mm-hmm. Ja, je hebt dan die kinderen, ik heb wel kinderen. Ja, je moet dan ook niet zorgen, want jij praat smeuig en goed, je moet ook geen Joep van het Hek worden, weet je wel. Want het is natuurlijk ook heel makkelijk om op het burgerlijke een beetje van de bewustzijn van de grote massa, dat is... Ik kan hun niet dat groot verhaal tellen, maar ik probeer hem wel op te voeden om zich bewust te zijn van het samenleven. Ja, dat probeer je kinderen mee te geven en probeer je dat steeds groter wordt. En ik zie dat de Nederlandse scholen en het Nationaal, dat we een heel mooi land leven, dat er veel wordt gedaan om mensen op te voeden, om ze een goed gevoel, gezond gevoel te geven van hun samenleving. Ik heb hier net een voorbeeld van notabene een journalist die begint met te zeggen, ja maar mensen geloven dat ze er niks aan kunnen doen, want of ze willen of niet een plastic zakje. Maar dat is iets anders. Nee, dit is precies hetzelfde namelijk. Nee, het is jouw cynisme en ironie die daar doorheen cijpelt, maar aan de andere kant waar jij zegt, ik geef je ook gelijk hoor, want jij begint je verhaal met van... Ja, de mensen vinden de dood maar een angstig iets en hebben daar moeite mee en proberen dat te negeren. Ik vraag me af of dat überhaupt wel waar is. Want het betreft levensvragen en zou, hè, dan hebben we het weer over die bewuste of onbewuste burger, of wij, u en ik, zich bezighouden met dat soort levensvragen. Ik denk dat we dan meer moeite hebben met het leven dan moeite hebben met de dood. Om dat te accepteren. Dus ik vind het een zekere omdraaiing. Er bestaat levenslust, maar er bestaat ook doodslust. Ja. Dat hebben we ook in ons. Het onderzoek naar geweest, klopt. Dat heb ik ook wel eens van DDA gehoord en van jou ook. Niet iedereen wil langer leven, omdat sommige mensen eigenlijk een soort van depressief wereldbeeld hebben. Kijk, voor mijzelf, dat klinkt misschien raar, doodgaan, ik vind het helemaal hartstikke goed, ik vind het prima. Maar ik moet er niet aan denken aan mijn kinderen en aan mijn vrienden, wat voor een rampje dan achterlaat. Dus dat is een sociaal gevoel. Dat vind je het ook zelf morgen dood te gaan. Misschien is alles wel gelukkig. Mijn dochter zou misschien gelukkig zijn. Oké, serieus. Serieus. Ja, wanneer medische vooruitgang is, gaan. Enfin, tot nu toe hebben bijna altijd de meeste mensen gekozen om dit te gebruiken. En tot nu toe heb je ook beslist om verder te leven. Maar tot nu toe heeft niemand ooit de keuze gehad tussen zonder grens te leven of te stoppen. En dan is het normaal dat je zegt... Normaal zijn. Dat je zegt, ik wil niet, je hebt geen keuze. Als je geen keuze hebt, is de beste keuze om te zeggen, ja, ik heb dat is beter. Dat is terrormanagement theorie. Ja, dit zijn andere, ja.
Oké. Okay. DJ, ik heb nog een vraag aan jou. Ja. Want je noemde net al een paar keer Aubrey de Grey. Die hebben ook voor dit evenement doet hij vanuit Amerika mee via Skype. Hij heeft de Sense Foundation onder andere en hij was ook bij jullie in België. Ja. Ik heb hem een tijdje geleden gezien op de BBC. Ja. En dat was dus langer dan jullie verslaggeving op Frans. Ja, dat was 20 maar ongeveer 20 minuten. Ja, en ik vond het vreselijk om aan te zien. Omdat hij totaal niet serieus werd genomen, terwijl hij wel heel serieus onderzoek doet. Nee, ik heb gevraagd dat hij zo'n... Centraal. Ik heb gevraagd, deze journalist is agressief, maar dat is de stijl van deze uitzending. Ja, want ik wilde weten waarom, want de media heeft ook een rol in het geheel, in de informatievoorziening en ook het gevoel van de kleine man als het ware, of het individu, van heb ik invloed, kan dat wel levensverlenging of geen ouderdomsziekte krijgen voor langer. Maar de media die heeft een heel erg beïnvloedende rol. En ik heb dan gezien dat de BBC die geeft dan 20 minuten tijd aan Aubrey de Grey. En die brandt hem af. Alsof hij een of ander raar idee heeft. Terwijl hij wel gewoon wetenschappelijk onderzoek doet. Ja, maar dus hoe komt dat? Nou, een keer dat is een specifieke uitzending. De journalist is altijd. Deze journalist voor deze uitzending is altijd agressief. Er is ook een andere uitzending van de BBC waar ze. Echt positiever zijn, zou ik zeggen. Okay. Maar in het algemeen is het zeker dat wanneer je zegt, het is wat ik gezegd heb, ik heb deze morgen gezegd, wanneer je zegt ik ga tegen kanker strijden en ik wil geen kanker meer, dan ben je een wetenschapper. Als je zegt ik wil geen dood door ouderdom meer, dan ben je als gek beschouwd. Omdat, tot nu toe gaat iedereen dood en het idee dat het zou kunnen stoppen is nu nog totaal science fiction. Zoals 200 jaar geleden het idee dat kinderen niet meer van kindersterfte zouden sterven, was ook totaal science fiction. En er waren ook een paar religieuze leiders die zeiden nee, maar dat is goed. En er waren ook onder andere Malthus, zei ja, maar dan hebben wij een enorm probleem als de kindersterfte stopt, omdat wij naar overbevolking zullen hebben en we kunnen daar, we zullen niet kunnen overleven. En toch, nu zijn wij met 7 miljard mensen en we waren met 1 miljard. Wat ik nog wil zeggen voor mij is misschien het belangrijkste aspect is dat veel mensen zijn bang dat het enkel voor de rijke mensen zou zijn. En ik denk dat het risico echt zeer klein is. Maar natuurlijk is het risico nog kleiner als de publieke instellingen onderzoek steunen en subsidies gebruiken om investeren voor nieuwe producten en voor nieuw onderzoek. En dat is ook zeer belangrijk, omdat elke keer dat u 1 euro voor medische onderzoek gebruikt, en dat het efficiënt is, dan is het potentieel nuttig voor 7 miljard mensen. Maar komt toch even met een complottheorie. Namelijk de publieke zaak wordt gediend door mensen die al niet zo heel erg slim zijn als werken in de publieke sector. En op het moment dat die zichzelf laten adviseren, want dat laat zich door kennis, en die kennis die komen 9 van de 10 keer. Hij werkt ook voor de Belgische overheid. Ja, sorry, laat het maar even afmaken. Die komen ze ook uit de farmaceutische industrie, die komen uit partijen die daar belangen bij hebben. Ja. Denk je echt, DJ, dat die gaan aanraden om middelen die mogelijk een potentieel gevaar zijn, of methoden die een potentieel gevaar zijn voor hun winstgevendheid, te adviseren. Dat is hetzelfde als dat je aan de belastingen zou het veel simpeler kunnen ze nu zijn. Maar een minister van bijvoorbeeld economie gaat dus naar een accountant toe vandaan en die zegt, joh, ik wil in de plaats van 90.000 bladzijden, ik er 900 van maken. Dus ik ga, ten eerste denk ik dat het kort antwoord is een ja, omdat ik denk dat de mensen die in, niet iedereen, maar de meeste mensen die voor de staat werken, toch iets goed willen voor de maatschappij. En ten tweede, natuurlijk zijn er altijd mensen die belang hebben in
een slechte situatie, maar er zijn toch meer mensen die belang hebben in een goede situatie dan de mensen die belang hebben. Maar zegt dat zo iemand niet naar kennis en naar kennis toe gaat? Bij het probleem van de farmaceutische sector. Ja, maar natuurlijk. Zeg dat zo iemand nu naar een kenner toe gaat. Die zegt, goh, ik heb een leuk congres gezien of ik heb een leuke bijeenkomst gezien. Het ging over eeuwig leven. En hij gaat naar een gemiddelde arts of naar iemand die het moet weten. Volgens hem tenminste, met een witte jas. En ik zeg, ja, dan moet je geld in gaan steken. Ik heb het idee dat je, en dat was ook met deze stelling, heel erg uitgaat van de goede natuur van de mens. Ja. En dat de mensen het allemaal goed voor elkaar bedoelen. Het is een heel lief uitgangspunt. Niet allemaal, maar... Nee, maar het was, gezien, mensen zijn hebberig. Als je mensen wil laten presteren, moet je op hun hebberigheid spelen. Op hun egoïsme, moet op hele basale natuurlijke kenmerken spelen. En dit komt mij erg zweverig ik over. Ik kom dus 20 jaar geleden, 20, 30 jaar geleden, zeiden mensen dan voor... HIV-patiënten. En nu nog een keer in Europa, nog niet in Afrika, maar in Europa zijn de medicamenten niet zeer duur, niet meer. En natuurlijk heeft de farmaceutische industrie belang dat het zeer duur blijft. En toch is het niet. Nee, maar dat is alleen omdat ze er 15 jaar verlopen zijn, de patent. Anders had het nog duur geweest. Dus dat is geforceerd vanwege wetgeving. Ah ja, maar dus dat is geforceerd. Ja, maar het komt niet uit liefde voor andere mensen, dat komt ergens anders uit. Dat is geforceerd. Maar het komt dus uit de overheid die geforceerd heeft op patenten. Exact, nou dat is dan laten we zeggen, dan hebben ze iets goed gedaan. Maar ze hadden ze ook op 5 jaar kunnen zetten, ja. Misschien nog beter. Ja. Dat dan een paar nieuwe mensen spreken. Nu terug naar levensverlengmiddelen of therapieën. Als je dat met publiek geld betaalt, dan heb je geen patenten normaal. Nee, absoluut, maar de kans dat het gebeurt... Ja. Is niet zo heel groot, in ieder geval wat mij betreft. Ja, maar de kans is, voor mij de kans is groot. En zelfs, stel je voor dat het morgen, ik kom terug naar een van mijn eerste slides, stel je voor dat wij morgen de pil voor onsterfelijkheid vinden, dat gaat niet zo gebeuren, maar stel je voor, de sociale druk, de druk van de 7 miljard inwoners gaat groter zijn dan de sociale druk van de absoluut, vrouwen. Maar in eerste instantie, en dat zal die Gray waarschijnlijk straks ook weer melden, zijn er, laten we zeggen, en wat noemt hij, 8 miljard of iets in de orde van geld, niet eens zoveel geld nodig om het zover te krijgen. Maar zover komt het dus niet. Sorry, ik heb het niet bepaald. Nou, er is geld nodig om tot die pil te komen. Ja, het is niet eens zo bar veel, maar dat komt er niet, omdat iedereen die mogelijk dat geld zou kunnen financieren... Mogelijk de Googles nog wel, maar die gaan er geld voor vragen. Maar publiek gezien geadviseerd wordt door mensen die dan nooit mee, die zullen zeggen dat moet je niet doen. Dat moet je in de oorlog van Irak steken. Ja, oké. Maar dus mijn strijd hier en in andere plaatsen in om het mogelijk te maken dat er meer geld, publiek geld geïnvesteerd is. Maar dat is, dat gaat niet vanzelf en dat gaat niet makkelijk gaan. Mogelijk dat was net wel, hè? Met algemeen ben ik toch... Ja, je bent positief, Nick. Ik denk dat je een hele andere strategie, psychologische strategie moet gaan bedenken, die meer speelt op de hebberigheid of machtspolitiek van politici, die ze uiteindelijk vastzet in dat ze het wel gaan doen. Maar het hopen dat ze dat doen uit de goedheid van hun hart, dat kan je vergeten. Ik vind het geruststellend dat miljardairs niet willen sterven. Ja, dat is daar heel gerust aan. Ja, net wat ik zei. Superberg. Je hebt dus nu die club van die tech-biljonairs. Je krijgt er zelfs groep tussen. Superberg en Sergey Brin, die dus wel nu allemaal massaal gaan investeren in anti-aging research. En ik vind ook een ander aspect wat je niet mag vergeten, is dat zeg maar die macht van de farmaceutische industrie, het hele complex, wat nu absoluut volgens mij een remmende factor is in deze, is volgens mij wel aan het afnemen. In de zin van, er is veel meer dan bijvoorbeeld 10, 20 jaar geleden, veel meer wantrouwen vanuit het publiek ten opzichte van de farmaceutische industrie. Ja, er is ook veel meer studie naar gedaan. Het is ook, het is gewoon bijna, wij weten met z'n allen, het is gewoon common sense dat je weet van de farmaceutische industrie deugt niet. Maar wanneer is het systeem? Iets aan, ja, maar het is al veranderd. Bijvoorbeeld in Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen, daar negeren overheden nu gewoon officieel, het is gewoon officieel beleid, staat op papier, zeggen gewoon, ja, World Trade Organization, screw you. Wij gaan gewoon AIDS-medicijnen maken in een fabriek in Brazilië. En als iemand komt klagen, dan kunnen ze het zuur krijgen.
We negeren gewoon die patenten, want er gaan 100.000 mensen dood hier. En dus, jammer dan. Dat is een paar weken geleden ook gebeurd in de krant. Ja. Over medicijn in India. €17. En hier kost het €800. En je hebt dat de directeur van zo'n farmacie zegt van sorry, het is bedoeld voor de rijke westerse mensen. Letterlijk, kwam uit zijn mond. Letterlijk. Maar ja, goed, het is nu ook al bijna common sense aan het worden dat zeg maar het onderzoek dat wordt gefinancierd vanuit de farmaceutische industrie naar geneesmiddelen, dat heel vaak niet deugt, dat het gekleurd is omdat er een veel te grote commerciële belangen achter zitten. En dat zijn dingen die 30 jaar geleden echt nog niet zo werden, niet zo waren aangetoond, nu is het echt aangetoond. En er begint steeds meer bekendheid aan te komen. Dus ik denk echt dat die farmaceutische industrie misschien ook wel over zijn hoogtijdagen heen aan het raken is. Nou, nee, die begint pas. Ik bedoel, Caligo, ik zoek dat op, ik google het even. Wat staat er letterlijk? Daar hebben ze 1,5 miljard ingestopt, samen met de farmaceutische industrie, niet om nieuwe medicijnen, die schudden ze uit de mouw, nee, om markten te ontwikkelen. Markten, daar gaat het om. Dus nou is Google, dat is dan een leuk, jolig bedrijfje van onze generatie. Nou, helaas, pindakaas, die behoort ook gewoon bij de boevenbende, hoe je het ook ziet. Dat is de grote machten, het superkapitaal. Maar dan is het wel leukere dat het kapitalisme op zijn eind is. Het kapitalisme, het superkapitalisme, gaat pas beginnen. Nou, ik zie bij bedrijfsleven toch wel een ontwikkeling waarbij er toch veel meer voor een missie gekozen wordt. Kijk, Google heeft in de basis toch een hele mooie missie. Om die kennis toegankelijk te maken voor iedereen. In kantoren. Om de kennis toegankelijk te maken voor iedereen. Dat is het. Zo is het begonnen, ja. He? Zullen we een afspraak maken dat we hier over 200 jaar nog een keertje over praten om te kijken wat het loop is? Kijk, en het kwam best en ik denk, mag ik in dat kader nog even vragen? Want ik vond het interessant wat Arjan zei. Want daar kwam de werkelijkheid zit meestal een beetje in het midden natuurlijk. Hè. De farmaceutische industrie heeft die macht. Maar Arjan zei even, kijk, overheden hebben er wel bepaald. Van 15 jaar is dat patent geldig en dan komt in feite die marktwerking. Ja, dus zijn daar dan verschuivingen in zichtbaar ook? Is het zo dat overheden steeds sneller worden? De rest van de wereld begint het Westen gewoon te negeren. En die doen dus gewoon eigen onderzoek. En als het hun uitkomt omdat ze 100.000 mensen er hebben die van aids aan het dood gaan zijn, dan wordt gewoon in het land Brazilië de patenten genegeerd. Die bouwen een eigen fabriek en gaan gewoon die spullen maken. Want ja, kijk, het molecuul is gewoon gepubliceerde data. Het is gewoon een wetenschappelijk rapport. Je bouwt er een fabriek omheen. En kost een paar euro per maand om iemand in ieder geval zijn leven met decennia te verlengen. Misschien niet. En misschien wordt het niet even hoog als hij normaal was bij iemand die niet HIV plus is. Maar je kan heel veel gezonde levensjaren toevoegen bij medicijnen. Die dus qua marginale productiekosten bijna niks meer. Is niks meer. Het is alleen inderdaad, er zit een heel dik patent op waar een paar partijen. Heel veel geld. En dan zeggen dus inderdaad onder andere de overheden van Brazilië en India, wat natuurlijk zelf ook inmiddels significante landen zijn met significante macht, ja, die zeggen gewoon een dikke vinger, we hebben het zelf wel. Maar die advocaten komen dan gewoon Brazilië niet binnen of zo? Ik bedoel, krijgen dan handelsoorlogen? Wat gebeurt er dan? Ja, maar ja, Amerika is niet meer in de positie dat ze zomaar met iedereen handelsoorlogen kunnen beginnen, want hun steenkolen en kopererts komen daar vandaan. Dus, dus het heeft ook gewoon puur met macht te maken. Net als China en India. Dat is toch ook min of meer een deel van wat ik zeg. Hè. Dus zelfs willen deze ondernemingen geld met daar verdienen, dat gaat onmogelijk zijn. Omdat de sociale druk, politieke druk enzovoort te hoog gaat zijn. En dus omdat je gewoon therapieën kunt kopiëren, zelfs zonder toelating van de firma's. En dan ook gewoon de bazen, de leiders van deze onderneming, ze willen ook langer leven. Gewoon. En het zou echt gevaarlijk zijn om dat enkel voor een kleine minderheid te redden. Dat zou een zeer gevaarlijke maatschappij en dat wil niemand. Dus, en misschien, zeer rijke mensen kunnen bijna alles hebben wat ze willen, behalve een paar jaren en meer.
dat is. Het enige wat ik nog niet gehoord heb, ook nog niet van jou, en nog niet van jou, wat denk ik, open source medicijn. Hoe zit het daarmee? Precies, dat is net wat ik wilde noemen. Open source medicijn. Ja, oké, okay. Voor mij, als het medicijn is met publiek geld, logisch gezien, dan zou het zijn dat het ja, open source is. Open source of zonder patenten. Nou, gepatenteerde medicijnen zijn in some sense al open source, in de zin dat je alleen nog een patent kan krijgen als je de specs publiceert. Oh ja. En dan is dus nog je enige bescherming dat je erin gelooft dat de advocaat het land A machtiger is dan de overheid van het land B. En we zien dus ook nu met de HIV-medicijnen dat op het moment dat dat stopt, dan valt het systeem dus om ten gunste van een heleboel zieke Brazilianen die nu dus medicijnen krijgen. Dan heb je het eigenlijk nog wel over het oude systeem. Maar volgens mij bedoel jij, als je open source medicijnen noemt, de nieuwe ontwikkeling, dat mensen zowel online als fysiek bij elkaar komen, net als Wikipedia, het gratis bij elkaar brengen. En collectief gewoon oplossingen brengen zonder geld te kopen. Bedoel je dat? Want dat is wel een tegenbeweging van de farmaceutische lobby bijvoorbeeld. Zijn twee krachten. Er is ook het wantrouwen, het niet geloven, ook helemaal terecht, ook wat Boris zegt van er zijn. Je hebt het grote kapitaal bestaat nog steeds en wordt alleen maar groter. Dus hoe kan je daar, moet je daar daarmee aanpakken? Moet je middelen vinden om daar een compromis voor te vinden met die mensen? Nee, ik zou, daar moet je dwars doorheen of overheen. Maar ik probeer zelf met alle partijen. Ik denk alleen dat het open-source-medicijnen het enige is wat. De publieke instellingen in Europa en in de Verenigde Staten hebben meer dan genoeg geld om voor medische onderzoek te investeren. Zij ja, maar je hebt Harvard, en zo'n commerciële instellingen, de overheid bestaat niet meer, het zijn allemaal boekhouders ja, die geld spijt gooien. En ze hebben ook veel belang, omdat eens dat de mensen gezond zijn, leven ze langer en is het goedkoop. Zo het afronden? Ja, ik wil nog 20 seconden publiciteit, dus... Ja. Daar hebt u dus Heels.org, dat is een vereniging in België. Elke maand hebben wij een vergadering in een café, dat is Alamor Subit. Een beetje genoemd. Wat is dat? In het Engels is het Sudden Death. Dus, leuke woordspeling. Ja. Ik heb deze plaats gekozen, ik vond dat amusant. Dan hebt u Longevity Alliance.org, dat is een internationale vereniging. Ik heb het mijn e-mailadres, ik antwoord altijd op e-mails, niet wel in het Frans, maar dan in het Engels, of in het Engels ook. Ik heb een boek geschreven, maar dat is in het Frans. En binnen een beetje meer dan een maand is er een grote meeting van transhumanisten, maar ook in verband met de levensverlenging, dus van 20 tot 22 november. Normaal komt ook alles online en ook in verband met de Eurosymposium dat heb ik al gezegd. Ja, wanneer komt het videoverslag van het Eurosymposium online? Wanneer ik tijd heb om daar online te plaatsen. En dat komt op heels.com of .org? Ja, er is ook een specifieke website, maar het komt een link. Dus dat is EHA 2014. Dat is nog een keer. Dankjewel, Didier.